Het is echt een prachtige auto. Hey. Kijk dan even. Wat een ding dit is. Oh, dat meen je niet toch? Gio! Waar zit die knop? Tuurlijk! Daarom heb ik deze gekocht. Oké, laat... Goedemorgen! Jongens en meiden. En welkom weer terug eens bij een nieuwe vlog. Wist je dat dit de allereerste keer is in 2 maanden dat we met elkaar omgaan? Dat ik mijn intro begin naast jou? Ik heb nog geen één keer mijn intro naast jou begonnen. Klopt. Ja, dit is de allereerste keer. Kan je hem al? Nee. Goed! Ja, nee. Nee. Jongens en meiden, een hele goede morgen en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Vandaag is een hartstikke leuke speciale dag voor de dame die naast me zit. Want deze meid heeft een auto gekocht. Ja, hey, ja, inmiddels ook al 2 weken geleden. Ja. Maar, hè? Je moest er 2 weken op wachten, want het kenteken en alles moest aangevraagd worden. Maar we hebben het er al een paar keer over gehad in de vlogs. Het is echt een hele mooie auto en die gaan jullie straks eens zien. Wat? Wat? Hij is toch super dik? Ja, ik vind hem ook leuk. Ook leuk. Ja, ze heeft echt een hele mooie auto gekocht. En die gaan we dus nu samen ophalen in Eindhoven. Dus we moeten een aardig stukje rijden. Ja. Het is echt een eind. Hoven, snap je? Ja, dus het is 1 uur en 20 minuten rijden. En ik vind dat je het goed gedaan hebt. Ik ben trots op jou. Ja, ik ben ook wel trots op mezelf. Ja, toch? Ja. Je hebt daar hard voor gewerkt, zeg maar. Dat mogen we wel even zeggen. Ja, zeker. Ik ga ook even eerlijk zeggen, ik zag al je reacties van... Gio heeft de auto voor haar gekocht. Dat slaat helemaal nergens op. Nee. Helemaal nergens op. Deze meid heeft gestudeerd, gewerkt. Je hebt dan eigen bedrijf sinds je 17e. Je hebt er dus eigenlijk gewoon kaart voor gewerkt. En nu heb je dus je eerste auto echt gekocht. Ja. Ja, super nice. Ja. Je doet heel bescheiden, maar eigenlijk is het gewoon een fucking dik. Ja, ik ben er ook echt heel trots op. En inderdaad, ik zag die reacties ook voorbij komen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, ik heb er echt fucking hard voor moeten werken. Ja, zeker. Dus wij gaan nu een eindje rijden, jongens. Eindje. Ja, weer Eindhoven. Ik ben echt heel benieuwd ook, want ik heb hem dus inderdaad nog niet in het echt gezien. Zij is 2 weken geleden is dus gaan kijken. Het grappige is, deze meid koopt een auto zonder dat ze überhaupt een testrit gemaakt heeft. Je hebt er niet eens ingezeten, toch? Nee. Je hebt alleen foto's van de buitenkant gemaakt. Ja, ik vond hem wel leuk uitzien. Ik dacht, en ik wist wel al heel lang dat ik die auto wilde. Maar dacht je ook niet even toen je daar was bij de dealer van laat ik even in gaan zitten? Nee, want mijn beste vriendin heeft ook zo'n auto. En ik wist gewoon, het is goed. Alleen ik wilde alleen die kleur, het is een bijzondere kleur natuurlijk, die wilde ik wel eventjes in het echt zien. Ja. En toen ik de kleur had goedgekeurd, dacht ik, ja. Toen was je verkocht? Ja, toen was ik verkocht. Nou, super nice jongens. Dus ik zeg, let's go. Oké, let's go. We zijn dus lekker onderweg. Het is ook wel leuk. Lynn komt dus al inderdaad, de tijd dat ze bij mij komt, komt ze dus elke keer ook met de auto. Maar jullie hebben waarschijnlijk nog nooit een auto op de oprit zien staan bij mij. Nog nooit, geen één keer. Want deze mevrouw, die durft dus geen enkele keer, in alle keer dat je bij mij geweest bent, of dat je de deur uitgegaan bent, durf je nooit met de auto over de brug. Nee, en ik ga dat dadelijk ook niet doen. Dat mag jij doen. Hey, moet ik het echt doen? Ja. En wat als je dan weg moet? Hoe bedoel je weg? Nou, als je een keer van het erf af moet met je eigen auto, dan moet ik hem er eerst afrijden en daarna moet jij rijden. Nee, dan probeer ik het. En als het niet gaat, dan roep ik je. Ja, die brug blijft altijd een dingetje. Maar Lynn heeft het gewoon nog geen enkele keer gedaan. Dus inderdaad, straks... Die brug is echt smal. Ja. De brug is echt smal. Ja, dat is het. En vooral, dan hoor ik bij jou bijvoorbeeld dan altijd al die piepjes van al die dingen die afgaan. En dan krijg ik al paniek. Dan denk ik al, nee, dit wordt hem niet. Ja, het is altijd een dingetje. Ik heb nog gelukkig... Ja, één keer heb ik met mijn Ferrari volgens mij met mijn spiegel de zijkant geraakt. En echt? Zat er een witte streep zat erop, ja. Jij zegt iets over Sidra, maar je hebt zelf ook gewoon... Ja, maar Sidra, de buurvrouw dus, die heeft echt een keer de Porsche, zeg maar, gewoon heel de achterkant eraf gereden. Dat had ik toen ook op camera staan, dat heb ik nooit online gezet. Toen kende ik Sidra nog niet zo goed. Ik denk, nu had ik dat best wel mogen doen eigenlijk. Maar toen flikkerde echt heel de voorbumper gewoon in het water van de brug af. En dat was gewoon... Echt? Ja, was echt zo iets, erg? Ja, was echt 5000 euro schade of zo. Oh. Ja, waren mooie beelden toen jongens, maar die heb ik helaas niet kunnen delen. Nee, maar dus even afkloppen. Hebben we hout? Hout. Je hoofd. Oh, ik wilde het aan jou doen. We zijn in het o zo mooie Eindhoven aangekomen. Mijn camera is net niet zo mooi, dat is een beetje vies. En het grappige is dus ook, je hebt gezegd, zet die auto maar buiten, want ik wil hem gelijk ophalen. Ja. Ik ben altijd naar de dealer, ik zeg, joh, kun je hem onder een doek zetten? Het is leuk, kan ik een beetje onthullen en zo. Jij zegt gewoon, joh, zet maar buiten, kunnen we gelijk weg. Ik ken niemand die zo is. Ik vraag het ook, heeft je auto CarPlay? Zegt ze, geen idee. Vraag ze net aan mij, heb ik eigenlijk stoel voor me? Ja, kijk, weet je bent er blij mee. Je hebt het geregeld allemaal. Maar hoe moet ik dan weten of jij stoelvorming hebt? Dan misschien weet je, misschien is dat iets. Ik denk wel dat je stoelvorming hebt. Ja. Ik denk het wel. Oh. Ik hoop het.
Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die op die manier een auto koopt. Maar ja, wel leuk. Die op die manier een auto koopt, zo bijzonder is het toch niet? Nee. Ja, ik vind het juist altijd leuk om er een heel momentje van te maken. Van even een doekje eraf trekken en zo. Gewoon wauw, en dan wow, cool. Maar ja, ik snap het wel. Jij hebt hem ook al gezien natuurlijk. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, het is nog 9 minuutjes. We staan te wachten hier voor het stoplicht. En dan zijn we er. Wat? Niks. Wat is dit voor ongemakkelijk iets? Wat ben je aan het doen? Film je nu wel of niet? Nee, ik film niet. Oh. Oh nee, ik wist dat je filmt wel, lul. Yes. Oh, jezus. Even de launch control. Oh ja, dat vroeg je ook nog. Zit er echt een launch control op mijn auto? Nee, dat was een grapje, omdat jij de fucking hard aan het wegrijden was. Ik zeg, zou ik dat ook hebben op mijn auto? Ik rij helemaal niet hard weg. Nee, je rijdt netjes de snelheid. Ik rijd super netjes. Je rijdt 46 km per uur. Wacht, wacht, hè? Wat doe je? Ik moest hier erin. Oh, ik moest hier erin. Nee. Wel. Ja. Oh, ja, hier. Ah? Ah. Omdat? Omdat. Nou, daar kijk eens aan. Daar zijn we hoor. Daar zijn we. Mercedes-Benz. Jij staat hier al. Kijk dan. Nee. Nee, dat is het niet. Dat is niet de kleur. Oh, kijk die lekkere G-klasje. Oh ja, hier staat hij. Wow, yo, Lin. Je hebt het echt goed voor elkaar. Echt. Ik wist niet dat het zo goed ging met je. Dat het kleurtje ook. Oh nee, daarachter staat die gele. Je ziet het. We staan er. Nee, was het maar zo'n feest. Het is echt mijn droomauto. Ja, is dat echt je droomauto? Ja, altijd al geweest. Ja, blijft ook wel echt een mooi ding altijd. Ja, helemaal. Nou, we zijn er jongens. Hij staat niet buiten. Hey. Jawel, misschien daarvoor ze... denk ik. Denk je dat echt? Ja. Oké, nou, ga even jas pakken en dan gaan we naar binnen. Wow, yo. Kijk dan even. Wat een ding dit is. Niet normaal, 4x4 G500. Ja, wel echt een scheidlelijke kleur. Ik zou er nooit voor gaan. Maar we gaan nu dus echt naar binnen. Wel leuk om te zien. Mooie zaak hier. Ziet er allemaal goed uit. Wij zitten te wachten. Ik heb hem nog steeds niet gespot. Nee, ik ook niet. En buiten ook toch ook niet. Nee. Misschien staat hij erachter buiten. Of misschien toch een doek. Hey, misschien heb ik wel net even snel gebeld en gezegd... Nee. Papa's auto stond er ook daarachter bij de uitrijding. Ah, oké. Okay. Kijk even, het is echt een mooie zaak. Ik heb een hele mooie ding hier staan. Vooral die twee daar. Oh. Die is een dik. Dat is Linde droomauto, de G-klasse dus. Maar ik vind dit zo mooi ook. Die nieuwe Mercedes. Kijk even dat interieur ook. Kijk hoe gaaf dat eruit ziet. Het scherm. Dit vind ik echt hele dikke auto's. Volgens mij ook een dikke motor in. Heel mooi. Wow, 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 jongens. We zijn een aantal minuten verder. Aantal minuten? Een uur. We zijn een uur verder. Oh! Ja. Ja, we hebben het even lekker buiten de kamer allemaal de auto opgehaald. Hij stond niet al buiten. Nee, hij stond niet al buiten. Ze hebben niet geluisterd. Zo, dit zijn, waar heb jij de... Dit zijn je eerste meters, links. Hieromheen. Ja, zo, wat een ding. Jongens, we zitten in de auto van Lin. Het is echt een prachtige auto. Ik ben super trots op jou. Ja, ik ben er ook wel blij mee. Ik zie er gelijk zitten door. Eén handje aan het stuur. Hoppa. Ja, ik kom jou even afzetten. Ik word hier afgezet bij mijn auto. Jullie hebben alleen de binnenkant maar gezien. Mag ik even een rondje doen eromheen? Tuurlijk. Ja? Ja. Ben je er een rij anders? Nee, dat gaan we straks doen. Dat gaan we straks doen. Oké, als ik ga uitstappen, dan ga ik... Ik ga de kleur even laten zien. Ben je trots op de kleur? Ja, natuurlijk! Daarom heb ik deze gekocht. Oké, okay, let op. Als ik hier uitstap, kijk. Dit is de auto, jongens. Wat een kleurtje, hé. Kijk hem eens. Echt een dikke Lin-mobiel. Wajo, wajo. Ik vind het ook echt... Het is een hele bijzondere kleur. Een beetje champagne rosé of zo. Hallo, hallo. Doe je raampjes open? Hey. Nee, hallo. Wat kom je in mijn auto kijken? Hij is echt heel mooi. Ja, hij is mooi, hè? Kijk eens, als ik ook eromheen loop, maar even de achterkant. Dit is ook echt super mooi. Je ziet de kleur bijna nooit. Tenminste, ik heb hem echt nog nooit gezien. Ja, we kunnen dus helaas niet bij elkaar in de auto zitten. Want we moeten dus met allebei deze auto's terug nu naar Krimpen. We zijn dus in het ozo mooie Brabant weer, het mooie Eindhoven. Ik heb Lin eventjes mijn kabeltje gegeven. Oh, ik vind het zo'n dikke auto. Echt een mooi kleurtje. Ze heeft net natuurlijk even helemaal uitleg gekregen van allerlei dingen die erop zaten. Nou, dat heb ik allemaal niet gefilmd. Dat was allemaal niet nodig, want daar kunnen we zelf ook straks wel lekker achterkomen. Maar kijk, oh, ze rijdt al. Nou, we gaan nu eventjes kijken, even een stopje ergens maken en de auto dus naar Krimpen rijden. Oh, gaan we rijden goed? Wow, hij ziet er echt dik uit. Ik ga... Oh... Oké, dit gaat al verkeerd. Dit is de verkeerde kant op. Oké, we rijden goed. We zitten op de weg. Hartstikke mooi. Hier, ze staat weer hier mooi voor me. De kleur heet dus. Volgens mij zei ik net al iets van champagne rosé, dacht ik. Of champagne roze. Het is niet echt roze. Het is inderdaad echt een beetje een champagne-achtige kleur.
Vooral in het zonnetje is die ook denk ik wel heel mooi. Maar ja, helaas schijnt de zon vandaag niet. Het is geen topweer. Zo jongens, ik sta voor het stoplicht. Kijk eens, zo hier rechts. Zo, er zit een lekker wijf daar volgens mij achter het stuur. Even kijken hoor, of ik je zie. Zo! Ho, ho, ho. Wow! Hey! Hey! Mag ik jouw nummer? Oh, we bellen natuurlijk! Dan kun je horen op de camera. Joh! Zo! Tuurlijk kan je dit horen op de camera. Top leuk! Oh, jij bent slim. Nou, gassen ja, met jij ook. Kijk er ja, maar aan. Ik zou hier niet hard rijden. Oké. Okay. Zegt ze terwijl ze echt keihard vooruit sprint met dat ding. Nou, nah, je mag hier 70, hè? Je mag hier 70. Oké. Okay. Ja, hij is wel echt mooi ook. Als ik er zo langs rijd. Ja, hij is top, hè? Ja. Nice. Hoi. Hé, hey, joh, rijd niet zo hard, joh. Alleen 160, dat kan niet, hè? Hoeveel? 160. Nou, echt niet waar, hoor. Nee, je rijdt heel netjes. Echt super netjes. Ja, kan niet anders. Oh, zou je anders wel harder rijden dan? Nee, tuurlijk niet. Nee, toch? Nee, altijd netjes 100. Ja. 100. 100. Ah. Wij zijn alweer bijna terug, jongens. Het is ondertussen echt super regenachtig weer geworden, zoals je kan zien. Kijk, lekker de ruitenwissers aan. Het was echt gewoon plensen net, niet normaal. Maar we komen straks bij de brug, dus bij mij thuis. Dus ik ben heel benieuwd wat straks de bedoeling wordt. Of dat ik erover ga rijden, of dat Linde toch zelf gaat proberen. Ga het zien, we rijden alweer bij de flats. Ik herken, dit is echt zo'n gebouw, waardoor je het altijd herkent dat ik weer een soort van in de buurt ben van mijn huis. De flats. Het zijn altijd van die hele opvallende gebouwen hier. Leen rijdt een stukje achter me. Ze heeft al de hele tijd voor me gereden, maar ik heb er echt net op het laatst even ingehaald. Dus ik moet straks even op te wachten, denk ik. Oké. Okay. Ik ben er. Auto even op slot. Kijk, ik heb natuurlijk een prachtige mooie plek hier. Helemaal vrij. Dus hij zou hier super mooi kunnen staan. Het is ook een hybride auto, dus hij is ook half elektrisch. En ik heb natuurlijk ook twee laadpalen daar. Dikke shout-out naar laadpaalsysteem.nl. Nog super top. Ik heb mijn eigen auto niet aan de laadpaal gezet, maar ja, fuck de regen. We gaan gewoon. We zijn niet van suiker. Oi. Oi. Kijk, de lampen zijn nog niet aan. We zien die eruit. Blijf, hè. Daar komt ze, hoor. Daar komt ze. Oké. Okay. Of gaat dit lukken? Dit gaat lukken. Kijk, wacht. Stop. Nee, het lukt toch als ik nu instuur? Stuur maar door. Ja, kom maar. Kijk dan, makkelijk. Iets met die kant op. Oh. Die brug is glad. Wauw. Kijk dan. Wat jij wil. Wauw. Ze staat er. Oh. Hey. Bang voor helemaal niks. Ja, het lukte wel gewoon. Ah. Je kabeltje. Dankjewel. Zo jongens, we zijn helemaal veilig thuis. Ja. Auto in één keer de brug over. En hoe reed die? Ja, echt goed. Hij reed echt top. Dit is ook de Night Edition trouwens. Wat hield dat nou precies in? Ja, dan is alles zwart. En nu heel erg lekker vol met regen. En die lampen. Ja, het ziet er wel allemaal super mooi uit. En dit is dan ook zwart als je dit zo doet. Zie je dat? Oh ja. Je dakje en zo. Ja, letterlijk alles is zwart. Volgens mij is het dat. En lekker hoor. Ja. Nou, we zijn er weer. Top. Zo, je zag het net al buiten. Het is echt verschrikkelijk rot weer. Maar het mooie is altijd aan dit huis dat ik vind het dus altijd super mooi eruit zien ook als het regent. Kijk, lekker een beetje zo die dingetje ook op de tegels hier. Dat is altijd nog wel mooi gewoon. Ik zei het van de week ook al in de vlog. Dit is wel gek. Kijk, echt nu 5 minuten later en de lampen zijn alweer aan. Dus volgens mij staan die timers echt nog steeds niet goed ingesteld. Want je ziet het daar ook in de verte en het is nog echt niet donker. Wij hebben trouwens wat te vieren. Natuurlijk, uiteraard. Dus wat gaan we... Lekker man. Dit ziet er zo goor en dik uit. Het is wel frietlijn. Oké, dus jullie bent wel aan de lijn. Nee, we hebben echt nog niks gegeten vandaag. Oh, lekker frikandelletje jongens, heerlijk. Oké, dit ziet er echt super simpel uit. Frikandel met mayonaise en curry, maar het is echt heel lekker. Lichte. Ja, ik zei het al. Jongens, jullie mogen kiezen, want over een maandje komen ze dus terug. Ik ga eventjes hier lekker droog staan. Om de kleuren een keertje te veranderen. Ik ga niet namelijk de hele tijd hetzelfde licht houden. Ik wil een kleine verandering. Nou, je ziet al natuurlijk welke kleur het nu is. Maar mocht je nou suggesties hebben, niet te gek. Natuurlijk ook geen rood-groen, want dat heb ik al een keer gehad. Laat het achter in de reacties naar wat ik het misschien moet gaan veranderen. Want dat gaat natuurlijk wel leuk worden.
Over een maandje is dat wel pas, maar dan kunnen we misschien kijken wat een mooie kleurencombinatie zou zijn. Of misschien moeten jullie me gewoon foto's sturen van een voorbeeld, wat jullie ergens gezien hebben. En dat ik dat dan aan kan vragen van, joh, misschien kunnen jullie dit maken qua kleur. Want nou, ik vind dit sowieso altijd wel de mooiste kleur. Dit is gewoon het meest chic, vind ik zelf. Maar het, ja, het kan natuurlijk echt in van alles en nog wat. Link krijgt een hele mooie DM. Oké, laat hem zien. Of ga je hem ook voorlezen wat ze erbij zei, of niet? Nee. Kijk. Oh, iemand heeft dus mij getekend. Wow, dit is echt heel mooi gelukt. Maar eerlijk, ik zal je gezicht even langs halen. Het is wel niet scherp. Nee, dat gaat niet naast elkaar, denk ik. Waarom? Ja, dit. Hij lijkt goed. Ja, vind je? Ja, hij lijkt echt goed. Nou, was in ieder geval ook een hele lieve DM van iemand die zei... Wacht, lees een klein stukje voor. Ja. Hoi Dan, ik vind het zo leuk dat je veel in de vlogs van Gio zit. Ik zit elke dag om 5:30 klaar. Je bent echt leuk, was goed bij Gio, bla bla bla. Ik zou het heel lief vinden als je het aan Gio zou willen laten zien. Heel veel geluk samen. Ah. Ja. Schattig toch? Echt heel lief. Ja. En heel mooi getekend. Ja, zeker. Echt heel mooi getekend. What the fuck? What the fuck? Wat? Ik dan? Een krab. Huh? Maar waarom lijkt hij dood? Huh? Jongens, wow. Die spin zit daar. Die moet je filmen. Huh? Ja, oké. Even voor de duidelijkheid. Er zijn gisteren dus nieuwe beesten in mijn aquarium gekomen. Mijn moeder was thuis. Ik was zelf niet thuis. Ze heeft een klein filmpje gemaakt. Check dit maar. Eeuw. Krabspin. En allemaal nieuwe slakjes zijn dat, hè? Ja, klopt. En een krabbetje. Daar zie je een krabbetje. Ja, 5 stuks. 5? Wow. Maar nu lijkt het alsof die krab op zijn rug ligt en ook alsof die dood is. Maar, hè? Kijk, hier, als die wit is, dat is meestal een teken dat hij dood is, maar dat hoop ik niet. Want die zit er echt letterlijk net een dag in. 1 dag. Daar gaan we. We gaan hem aantikken. Kijken of hij echt dood is. Zie je hem? Beweegt hij nog? Nee. Zou die echt dood zijn? Nee, dus hij beweegt echt niet, hè? Godsamme. Kijk. Of beweegt hij wel? Huh? Nee, hij beweegt echt niet. Oh, dat meen je niet toch? Het is zo kut aan een zoutwater aquarium soms. Hoezo? Het zit er 1 dag in. Maar ik kan die niet tegen zout dan? Ja, wel. Ja, jij zegt dit is kut aan een zoutwater aquarium. Ze gaan heel snel dood. Beesten die erin gaan, kunnen heel snel doodgaan. Ja, ik kan wel tegen zout. Anders kan helemaal geen moment leven in dit water. Maar... En jij zegt het is... Nee, ik... Het ziet er wel dood uit. Er zit echt geen leven in. Ik denk dat die spin hem heeft opgegeten. Ja, er zit dus ook een spin in inderdaad. Kijk, die zit hier. Nee, die zit hier niet beter. Kijk. Hier zie je hem. Dat is echt een heel groot beest. Die leeft dus gelukkig nog wel. Die is er net ingekomen. Ook gisteren. Dus die leeft wel. Maar ik denk dat... Dit zou wel echt kut zijn. Nou jongens, ik kan hier echt van balen. Dit klinkt misschien super stom. Ik ben echt een dierenvriend. En ik vind het gewoon echt jammer. Kijk, het geld interesseert me eigenlijk niet eens. Want volgens mij is zo'n spin 80 euro. Nou, dat is ook nog een super duur uiteraard. Maar het gaat maar er juist om. Ik vind het gewoon heel zonde dat zo'n beestje dan gelijk overlijdt. Want het aquarium draait in die zin gewoon super goed. Dus het is dan toch iets anders waar het mee te maken heeft. Maar ik denk, ja, het is altijd heel moeilijk om erachter te komen. Maar zo te zien ligt hij echt dood in een hoekje. Er zit geen beweging in. Stom dat ik me daar zo'n kut over kan voelen, toch? Of niet? Nee, het is wel een schattig beetje. Nou, schattig is hij niet. Je wil hem niet in je bed hebben, maar... Nou, op zich. Kijk, nou ja, gelukkig die andere vissen gaan allemaal wel goed. Ik mag een stukje rijden. We gaan even in deze pornobak. Och, ja, het is echt een pornobak. Nee, dat valt wel mee. Oké, okay. Vertrouw je mij? Tuurlijk. Ik hou hem heel, oké? Ja, dat mag jij weten. Of dat je hem heel houdt, zou wel op zich heel fijn zijn. Wat anders? Dan word ik heel boos. Ja, mooi autootje. Kijk eens. Ook mooi met de lamp van het huis. Zo, hij past goed. We zitten hoor. Ik weet niet of je maar een beetje kan zien. Is het licht genoeg? Ja, het is licht genoeg, ja. Okay, de muziek is goed. Weer opnieuw nog groter, we verbreden de route. Echt een hele mooie auto. Ja, ik vind echt die lampjes zo mooi. Ik zei echt al, het is echt... Als ik aan Lin denk aan deze auto. Echt een Linmobiel. Linmobiel. Ja, toch? Ja. Hij past echt perfect bij. Ja, hij past echt bij mij. Echt? Ja. Jij bent gewoon deze auto? Ja, dit is Lin. Hoi, wie is Lin? Nou, ja, dit. Dit. Kijk, dit is ook wel heel mooi zo. Dat hele dashboard, dat is sowieso van Mercedes altijd prachtig. Ook op camera ziet het er allemaal super mooi uit met die lampjes en zo. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Maar dat heb ik al 80 keer gezegd. Dus ik denk dat het duidelijk is nu. Zou je denken? Ja, ik denk het wel. Kijk, je hebt nog meer kleuren. Dit is een beetje mintblauw. Ja, het paars is toch echt wel het mooiste, hè? Gewoon eigenlijk gewoon precies de kleur die ik ook in de tuin heb. Dat is gewoon het mooiste in de auto ook, vind ik. Het is gewoon het chiques, dat ik zeg. Beetje blauw, paars, ja, ik vind de rest ook niet zo mooi. Ook als je bijvoorbeeld groen doet. Nee. Dit is niet bijzonder ook, hè? Nee, is geen vibe. Blauw vind ik ook geen vibe.
Ja, dit. Dit is gewoon echt een beetje het mooist. Ja. Wauw. Oh, ik ben de kleur kwijt van net. Dat is rood? Hoe erg is dat? Dat is zaterdagavond, hè, zei die man. Ja, de verkoper zijn nou... Dit is zaterdagavond. Als je op zaterdagavond het gezellig wil maken, dan doe je het met rood. Ik weet niet precies wat ik daarmee bedoelde. Maar dat laten we maar even achterwege, denk ik. Iets te roze. Ja, ja. Ja, dit is ook. Prachtig. Nou, we gaan even langs Jelle en Bo. Om even haar auto te laten zien. Leuk. Oh, hij zei trouwens ook nog iets. Want dit knopje, ik ken dat dus helemaal niet. Lichtcirculatie. Kijk, dit knopje heb ik ook altijd op mijn auto. Het is met een pijltje in de auto. En daarmee zorg je dus voor dat de lucht die al in de auto is, blijft circuleren in de auto. Ik wist dus helemaal niet dat dat een ding was. Blijkbaar deed deze man dat dus... Wanneer deed hij dat weer? Ik ben helemaal vader eigenlijk. Wat? Ik ben helemaal verhaal kwijt. Ja, waar had je het over? Die luchtcirculatie. Wanneer was het nou weer handig? Nou, kijk, als je naar Amsterdam gaat en je gaat in de tunnel, dan moet je eventjes het knopje voor alle giftige stoffen en uitlaatgassen en veel beter voor je gezondheid. Ja. Of als je gewoon een dikke scheet laat, dan blijft je scheet lekker hangen in de auto. Niet doen. Niet doen, Gio. Even pers. Nee, niet doen. Niet doen. Niet in deze auto. Ik wilde zeggen, zullen we het dak open doen, maar ik denk, Nou, is jouw auto, hè? Doe maar niet. Ja, jongens, we hebben ook gelukkig de stoelverwarming. Hé, hey, dat was echt een must. Maar dat wist het dus niet eens. Heerlijk. Nou, Justin Bieber op. Kan niet beter. Oh, het regent nu. Daar hebben we Bo. Ja, Bo, spring maar achterin. Spring maar achterin. Kijk dan, Jelle is er ook niet bij. Heel mooi. Oké, wacht, ik ga echt wel even zitten. Hallo. Oh shit, hij zit op zijn. Oh, wacht. Ja, jij moet hem openen. Hoe gaat die auto open? Laat hem erin! Gio! Waar zit die knop? Oh, hier, ik heb hem. Waar zit die knop? Ik ken deze auto niet. Hele mooie kleur. Oh, hij is helemaal nat. Eeuw. Oh, Gio. Kijk, Bo, even hoe mooi. Heel mooi. Oh, heel je auto is gelijk nat. Yeah. Thuiskomen met een chef-kok. Wie zou dit zijn? Wie zou dit zijn? Ik kan er maar eens, hè. Hey. Dat is goed. Zo, kijk eens, Ricardo is er. We gaan lekker eten. Ricardo is lekker eten aan het maken. Ziet er goed uit, jongen. Ja, vind je? Heerlijk. Kijk, dikke, wat was het? Afgekoeld. Oh, wat een groot stuk trouwens, jongen. Ja, een stuk vlees ook. Ja, en toen zat ik weer in de auto. We hebben dus even lekker wat gegeten. Ook met de vriendin van Ricardo, jongens en meiden. Dus dat was hartstikke gezellig eventjes. Vandaar dat Ricardo dus net even kon koken. Ik heb dat voor de rest even lekker buiten beeld gehouden dus. Maar het was in ieder geval hartstikke gezellig. Dat komt vast wel een ander keertje dat ik dat film. Zo, wat, wow, die hele auto lijkt wel een disco-auto zo. Ja, want ik ga namelijk nu de auto van Lin voor het eerst naast mijn auto neerzetten. En dan ga ik me gelijk aan de laadpaal gooien. Zodat haar auto dus ook mooi kan opladen. Kijk, wow, het is echt pikken donker. Ik zie alleen de autoverlichting en de verlichting van de tuin. Check. Ja, daar zijn we. Het lijkt echt Walibi Friday hier, hè? Soms. Kijk, op slot. En zo staat hij naast mijn auto. Ja, de overkappingverlichting is nog steeds kapot. Moet nog steeds geregeld worden. Het is pas een weekje nu. Maar hoe dat kan, weet ik ook niet precies. Volgens mij iets van een kabelbreuk. Wel lastig. En hier moet dus, als het goed is, even kijken, die kabel in. Zo, ik zie helemaal niks. Jongens en meiden. Zo, dit was de vlog voor vandaag. Ik ga de muziek lekker uitzetten. En jongens en meiden, dit was het ook. Het is inderdaad echt helemaal voor vandaag. Een superleuke dag. En zoals je ziet, mijn ogen vallen weer bijna dicht. En morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog. Ik hoop je allemaal weer te zien. En we gaan zien of we vanmorgen allemaal weer gaan beleven, jongens en meiden. Dus bedankt voor het kijken. Wow, ik verspreek me echt gewoon. Ik ben weer helemaal kapot. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen en ik zeg, later.